Minister D'Ancona droeg het officieel over aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Het leven op de Molukken wordt belicht. Maar er is ook een kopie van een barak uit het kamp Lunette. Om aan te geven onder welke omstandigheden de Molukkers de eerste jaren in ons land leefden. In het museum is verder een bibliotheek en een theater. Vanochtend werd het museum officieel geopend in Utrecht. In ons land wonen ongeveer 40.000 Molukkers. Voor veel Nederlanders een grote groep onbekende mensen. In het Molukse museum in Utrecht kun je nu meer over hen te weten komen. En ook kun je zien wanneer en waarom ze hier gekomen zijn. De Molukken liggen in Azië, aan de andere kant van de wereld. Het zijn een aantal eilanden die bij Indonesië horen. Maar vroeger waren de Nederlanders er de baas en toen heette Indonesië nog Nederlands-Indië. Ongeveer 45 jaar geleden braken daar gevechten uit. De Indiërs wilden onafhankelijk worden van Nederland. In die strijd stonden de Molukkers aan de kant van de Nederlanders. De Nederlandse regering was blij met de Molukse steun en beloofde dat hun eilanden na de oorlog onafhankelijk mochten worden. Maar dat is nooit gebeurd. De Nederlanders verloren de strijd en in 1949 werd Indonesië onafhankelijk. De nieuwe Indonesische regering voelde niets voor een apart land voor de Molukkers. Ongeveer 12.000 Molukse soldaten zijn toen door de Nederlandse regering met een boot naar Nederland gehaald. En zo kwamen de Molukkers dus hier, ze belanden in opvangkampen. Die hele geschiedenis kun je in het museum zien. Een deel van zo'n opvangkamp is zelfs nagebouwd. Sommigen herinneren zich nog hoe klein en armoedig het daar was. Mijn moeder aan het bevallen was en dat was gewoon achter een gordijn en wij speelden gewoon hier op de grond. Jullie staan hier, je moeder is bezig te bevallen. Bevallen, ja. Aan de andere kant. Achter de andere kant en je hoort dat, je weet wat er gebeurde, maar dat was achter zo'n gordijn. Al die tijd rekende de Molukse bevolking erop dat ze later toch nog een eigen Molukse land zouden krijgen. De koffers stonden klaar, soms nog ingepakt. De Nederlandse regering had immers beloofd dat ze hen zouden helpen om een eigen land te krijgen. Maar dat gebeurde alsmaar niet. In de jaren 70 probeerden Molukkers met geweld aandacht te krijgen voor een apart Moluks land. Ze kaapten treinen en gijzelden de passagiers. Maar ook die acties haalden niks uit. Veel Molukkers in ons land dromen ook nu nog van hun oude ideaal, een eigen land. Afgelopen april kon je zien dat ook jonge Molukkers zich daar druk om maken. Tijdens een herdenking in Den Haag ontstonden relletjes. Anderen hebben zich er intussen mee verzoend dat ze hier in Nederland moeten blijven wonen. Naast de geschiedenis van de Molukkers kun je...